Terrorisme. Het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld of ernstige dreiging daarmee met een politiek of religieus doel. Hashtag Pray for Paris. Dit zijn een van de verschillende termen die we de afgelopen paar dagen te horen hebben gekregen. Aan de ene kant een emotionele variant van de verschrikkelijke toestand in Parijs waar onze grootste medeleven naar uitgaat. En aan de andere kant een splitsing in de samenleving. Een splitsing die langzaam ontstaat doordat mensen zich niet gehoord voelen. Neem de situatie in Palestina of Libanon, Beirut, waar 42 doden en overigens 240 gewonden zijn geteld. Irak, met alleen al 37 doden deze week. Of Nigeria, waar 118 mensen hun leven zijn kwijtgeraakt door 2 bomaanslagen. Dit allemaal ongeveer in dezelfde tijd als de aanslag in Parijs. Ik snap daarom ook de mensen die zich genegeerd voelen. Ik zeg het tussen aanhalingstekens, want wij als wereld groeien en worden steeds meer bewust van alles wat in de wereld gebeurt. Toch, tegelijkertijd voel ik toch wel een tegenstrijdigheid. Jullie bidden niet voor ons, dus wij bidden ook niet voor jullie. Jullie schenken geen aandacht aan situaties daar. Dus verwacht ook dat wij zullen omkijken naar de situaties hier, in Europa. Parijs bijvoorbeeld. Niet alleen heb ik dit van onbekenden op social media gehoord, maar ook van mensen waar ik dagelijks mee omga. En om heel eerlijk te zijn, maakt dit mij uiterst verdrietig. Waar is de eenheid die we vooral nu nodig hebben? Nadat ik veel nieuws over de barbaarse aanslag in Parijs heb gelezen en ook meteen de verschillende meningen over hoe mensen denken over onze wereld in het geheel heb gehoord, bleef steeds één vraag in mij opkomen. Waar ligt ons hart? En vooral, hoe komt het dat juist wanneer we heel hecht moeten zijn, sterk moeten zijn, laten zien dat wij sterker zijn dan de tegenstander, juist weer in deze situatie 2 nieuwe groepen gevormd worden? Zoals ik net al zei, een nieuwe splitsing ontstaat. We moeten iets zoeken wat ons samen verbindt. Hier zijn we over het algemeen wel mee eens, en toch vind ik het in de praktijk niet goed terug. Een deel die erg meeleeft en tegelijkertijd oplossingen zoeken om het nooit meer zo ver te krijgen als Parijs dit weekend. En een ander deel die zich genegeerd voelen in andere situaties en dus ook bewust de keuze maken om dit geval nu te negeren. Is dit werkelijk wat wij willen? Ik in ieder geval niet. Niets is mooier dan mensen met dezelfde mindset, dezelfde manier van denken. Maar ach. Ik ben ook maar een scholier die misschien net een grote droom heeft over vrede. Maar weet je wat? Ik vind dat het zo zou moeten zijn voor ieder van jullie. Niet vrezen voor, zoals je het mooi in het Engels kunt zeggen, what ifs. Wat als dat gebeurt en wat als dat niet gebeurt? Wat als die persoon dat zegt en wat als die persoon dat niet zegt? Maar dat we in plaats daarvan een visie hebben van de prachtige dingen die in de komende 10, 100 jaar zou kunnen gebeuren. We moeten stoppen met bang zijn voor alles wat er fout kan gaan en juist kijken naar de positieve gevolgen. Geachte mensen, mensenrecht 28 en ieder heeft recht op het bestaan van een zodanig maatschappelijke en internationale orde dat de rechten en vrijheden verwezenlijken, bestaat nog steeds. We moeten stappen maken om dit nou ook eens echt te laten zien. Waar ligt ons hart nou werkelijk, vraag ik u dus nogmaals. Waar ligt het kloppende orgaan die elke seconde het leven wegneemt bij slachtoffers van terrorisme? Ligt het bij gevoelens of emoties die we uiten onderling door een eenigheid en een ieder voor zich mentaliteit? Of ligt het bij de situaties in de wereld zelf? Waar klopt ons hart nou echt voor?